maandag 6 maart 2017. We zijn hier bijeen in het De Pont Museum in Tilburg voor de 4e Kopenhagen Summit over big data en disruptie voor ondernemers. Heel belangrijk onderwerp, ook vanwege de recent opgerichte Hieronymus Academy for Data Science in Den Bosch. Wij gaan het hebben inderdaad over big data en disruptie, wat dat betekent voor ondernemers, wat dat betekent voor openbaar bestuurders, voor de overheid, en wat dat betekent voor het hoger onderwijs. Wat betekent het inderdaad voor hogescholen en universiteiten. We hebben eerst een teaser door Hendrik Driessen over disruptie in de kunst. Daarna hebben we een rondleiding in het De Pont Museum. En vervolgens komt er een teaser door Jox Jansen, directeur Kennis Brabant. Die zal een filmpje tonen van 4 zeer ondernemende Brabanders op het gebied van big data en die ook disruptief bezig zijn. Nou, die video brengt denk ik op een hele mooie manier in beeld hoe jonge ondernemers, eigenlijk digitale pioniers, bezig zijn met het verwaarden van big data. Hoe kun je daar nou eigenlijk business van maken, nieuwe verdienmodellen op ontwikkelen. En dat hebben we op een prikkelende manier in beeld proberen te brengen. En het meest opvallende, denk ik, is dat ondanks het feit dat big data soms ingewikkeld kan zijn, want je zit op een grote hoop van data, veel verschillende data, je hebt technische problemen, hoe koppel je dat nou aan elkaar, hoe analyseer je dat nou goed, is eigenlijk het belangrijkste advies wat zij geven, is niet te veel gaan studeren, niet te veel denken, maar gewoon eens doen. Uitproberen, experimenteren, want alleen door te doen kom je erachter of je eigenlijk bovenop het nieuwe goud zit. En dan hebben we vervolgens 3 keynote speeches. De eerste keynote is door Maarten Kamps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Die zal namens het openbaar bestuur, de overheid, spreken. Digitalisering en big data bieden echt serieuze kansen voor economische groei in Nederland, voor duurzame economische groei. En daarvoor is het van belang dat we kijken naar ons onderwijs, daar iedereen goed voorbereiden, toerusten op de digitale economie. Dat mensen daar ook werk in kunnen vinden en daar ook van baan kunnen veranderen als hun werk verandert vanwege digitalisering. Het is ook belangrijk dat we ruimte geven aan vernieuwing via flexibiliteit in regels, experimenteren, te kijken wat precies de impact is van digitalisering op onze samenleving en hoe we daar het beste op kunnen inspelen. En dat zijn allemaal vragen waar de overheid een rol heeft, maar waar vooral ook de samenwerking tussen de overheid en bedrijfsleven en wetenschap, nationaal en internationaal, ons echt vooruit kan helpen. Dan vervolgens hebben we een topondernemer op dit gebied. Dat is Jeroen van Glabbeek, CEO van CM Groep, die zeer succesvol is op het gebied van big data. En ook inmiddels na 18 jaar al een internationale positie heeft verworven op dat gebied. De kern van mijn verhaal is dat ik veel meer ga vertellen over data natuurlijk. Data is het nieuwe olie, is de titel. En ik denk dat data op allerlei manieren een kans is voor de samenleving. Maar dat we het wel op de goede manier die kans moeten pakken. Ik zal zeggen, we hebben eigenlijk een soort deltaplan nodig voor de data. En ondanks dat we nog geen watersnood gehad hebben. Aan de andere kant zijn er ook heel veel bedreigingen mee. Op het gebied van privacy, persoonlijkheid, informatie en dat soort zaken. En daar zullen we... Daar moet ook kritisch mee omgaan. Nou, die combinatie van die 2 dingen is zowel voor onderwijs als voor openbaar bestuur als voor ondernemers een belangrijke uitdaging voor de komende tijd. En als we hier winnend uitkomen, ja, kunnen we als economie flink doorgroeien de komende tientallen jaren. En tenslotte hebben we de 3e keynote speech door Emiel Aerts, rector magnificus van Tilburg University. Iemand die ook een expert is op het gebied van big data, data science. En die zal het hebben over wat het vooral betekent voor de hoge onderwijsinstellingen, dus hogescholen en universiteiten. Data science wordt het beroep van de toekomst. En voor Brabant betekent dat dat wij nieuwe mogelijkheden hebben die wij tot nu toe nog niet hebben uitgewerkt. Belangrijk daarbij is dat de kennisinstellingen met de overheden gaan samenwerken en dat wij een hele sterke hub op het gebied van data science worden voor Zuid-Nederland met Europese aspiraties. En dan vervolgens hebben we een diner en dan hebben we 3 discussieronden waarbij wij zullen praten over wat het betekent, big data en disruptie, voor de ondernemers, het ondernemerschap zelf, het openbaar bestuur en het hoger onderwijs.